Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 15. Ik kijk net hoeveel graden het buiten is. Het is min 6,7 bij ons in de tuin. Dat wordt denk ik weer krabben. Gisterochtend was dat ook het geval. Maar dan heb je gelukkig zo'n spreetje. Bloep, bloep. En dan is het in één keer allemaal gefixt. Dus ja, we zullen wel zien hoe het deze ochtend is. Het was al heel lang koud in de auto, moet ik zeggen. Ik ga weer werken vandaag. Joris ook werken. En die is op dit moment de kleine aan het aankleden. Daarna krijgt hij een flesje en dan gaat hij met hem mee naar zijn ouders. Dat is de normale dinsdag. Vorige week was dus eventjes anders, omdat ik donderdag naar de Efteling moest. Maar normale dinsdag gaat Dex mee met Joris naar zijn ouders. En dan blijft hij daar lekker een hele dag. Dus ik ga nu eventjes een lekker koffietje maken en een beetje eten en de dag opstarten. Is het koud vandaag, zeg. Jongens, niet normaal. Ik ben thuis gekomen, heb ik gelijk maar even een dikke trui aangetrokken. Ik heb ook de boodschappen afgehaald. Ik ga ze eventjes op het aanrecht zetten. Dan gaan we even lekker een ouderwetse boodschappenshoplog doen, jongens. I don't need a perfect snowman. Ik moet zeggen, het is niet zo heel veel als wat je normaal voor gewend bent. Maar ik ga het eventjes aan je laten zien. Hier als eerste de granola. Ik heb hem de laatste tijd niet meer zelf gemaakt. Dus vandaar dat ik dan deze neem. Deze is heel erg lekker, want er zitten dus nootjes in. En daar hou ik van. En dan een Griekse yoghurt. Lekker als ontbijt of tussendoortje. En dan een beetje met dit. Of met gewoon blauwe besjes bijvoorbeeld. Echt heerlijk. Dan heb ik hier avondeten. Voor één avond voor Joris en mij heb ik worteltjes. Wij vinden die gewoon lekker om zo te eten. Niet te koken, maar gewoon zo gauw te eten. En de laatste tijd houden we heel erg van de aardappelpartjes. Niet meer van de krieltjes, maar echt de partjes. Lekker in de airfryer. En dan daar een lekker biefstukje bij. En dan is dit de Argentijnse biefstuk. Heel erg lekker. Die is heel goed gekruid. Vinden wij heel erg lekker van de Albert Heijn. En dan, wanneer het makkelijk is, gewoon een lekkere maaltijdsalade voor Joris. Die vindt de gerookte kip met appel heel erg lekker. En de pasta pesto, stoommaaltijd voor mezelf. Smal, heel lang volgt, dan weet je jongens, dit lopen we altijd. Is bijna standaard in de boodschappen iedere week. Morgen komt Koen weer eten op woensdag. Is dat altijd standaard. En ik dacht, dan gaan we lekker eens pasta maken. Dat is alweer lang geleden. Dus pasta saus met basilicum en gehakt en roerbakgroenten. Dat is dan, dit is allemaal voor de saus. Ik had nog spaghetti, dus die hoefde ik niet te kopen. Dus vandaar dit. En als toetje zag ik deze weer staan bij recent gekocht of laatst gekocht of al eerder gekocht. Ik weet niet hoe ze dat noemen bij de Albert Heijn app. Toen dacht ik, oh, dat is zo lang geleden. Laten we die ook weer eens een keer nemen. Maar die zijn echt zo lekker. Als je die nog nooit hebt gegeten, echt neem ze een keer mee, jongens, bij de Albert Heijn. Cheesecakejes, echt verrukkelijk als toetje. En vorige week had je gezien dat we naar de Efteling waren. En toen had een collega van mij zo'n vape sigaret. In ieder geval geen sigaret, maar zo'n vaper. En daar zat een smaakje in die echt precies naar Fruitella en dan de paarse van Fruitella rook. Toen zei ik tegen haar, oké, ik heb nu gewoon zin in Fruitella. Dus ik heb toen in de Efteling, deze heb ik al meteen op de boodschappenlijst gezet. Dus deze heb ik deze week ook meegekregen. Dus lekker Fruitella. En ik had ook gewoon zin om op het werk om iets tussendoor te hebben. In haar in de snoeppot te doen. Dus heb ik Napoleons meegenomen en dan de fruitmixie van
en Mauwam Blocks. Daar had ik ook gewoon zin in. Dus die heb ik meegenomen. Dat gaat eigenlijk gewoon mee bij mij naar het werk. Even snel opruimen voordat Joris het ziet. Want anders gaat het daar mee naar het werk, denk ik. Dex is echt verzot. Maar dan ook echt verzot op mandarijntjes. Dus die kon ook niet achterblijven deze week. Mandarijntjes voor hem. En dan heb ik hier nog wat sauzen. De Remia sauzen waren in aanbieding deze week. 1+1. Dus vandaar dat ik er van alles 2 heb. Joris zijn favoriete mayonaise. En deze vind ik heel erg lekker. Mijn favoriete mayonaise is 100% die van Calvé. Gewoon de standaard Calvé. Heerlijk. Er gaat bij mij niks boven die mayonaise. Maar hè, die is nou niet heel goed voor je. Als je kijkt naar de calorieën, dan word je daar eigenlijk gewoon heel ongelukkig van. Dus wat doe ik? Dan doe ik deze pakken. Veel beter qua calorieën voor je. Maar ik vind die niet zo lekker. Dus dan pak ik die. En dan doe ik daar een klein drupje van deze doorheen. Die geeft zoveel smaak af. Dus die saus met Hawaii is niet heel goed voor je. Maar als ik daar een klein drupje van door de mayonaise doe die Joris lekker vindt. Die frietenslijm. Top. Goeie combinatie. Heb ik toch mayonaise bij me eten. Die wat gezonder is voor je dan in ieder geval minder calorie bevat dan de Calvé mayonaise. En hij smaakt goed, want ik heb hem overgloend eigenlijk met een Hawaii saus. Met een stukje Hawaii saus erin. Dus tip van mij voor jullie. Als je denkt van hé, ik vind die frietenslijm ook niet lekker. Moet je dat eens proberen. Echt. Garandeertje. Dan heb ik nog chipjes. Krookie. En krookie Ribberhof. Absoluut favoriet voor Joris. Dus die zit er ook altijd bijna wel bij. En ik ben de laatste tijd echt heel erg fan van krookie en dan van paprika. Dus die had ik voor mezelf eigenlijk meegenomen. Maar Joris eet die natuurlijk ook. En crystal clear voor mezelf drinken. Voor Joris hadden we echt nog voldoende. Dit is mijn favoriet al een hele lange tijd. Om gewoon 's avonds thuis te drinken. Voor onze dekkersie poepenscheet hadden wij nog even toeterdoekjes nodig. Als hij lekker gegeten heeft. Dus ik dacht, ik ga die van de Albert Heijn eens proberen. Ik heb ze normaal eigenlijk altijd van het Jumbo huismerk. Daar ga ik speciaal voor naar de Jumbo. Voor die billendoekjes en dan die toeterdoekjes. Maar ik dacht, ik ga deze ook eens proberen. De billendoekjes vind ik niet zo fijn van de Albert Heijn. Dus die ga ik echt nog bij de Jumbo blijven halen. Maar deze kan ik dus wel eventjes proberen. En ik had haarlak nodig. Dan heb ik dat echt nog nooit echt gekocht. Kreeg ik meestal overal bij. Dus ik heb deze maar. Of het iets is, I don't know. Maar ik denk, hè, haarlak. We zullen het eens eventjes uittesten. Joris gebruikt ook wel eens haarlak. Dus vandaar, ik moest het wel echt kopen. De zeepdispenser boven in de badkamer was leeg. Volgens mij hier beneden bij het toilet ook. Dus vandaar deze. Het is echt zo'n handige navulzak. Ik had laatst ook zo'n soort zak voor mijn ruitenvloeistof. Toen dacht ik echt, wow, dat is ook handig. In plaats van zo'n groot plastic ding. Zo'n hard, net als van dit plastic, zeg maar, zo hard. Dan moet je dat weer in je container doen. Dat neemt super veel plek in beslag. En dit kun je dan, als dat leeg is, is dan natuurlijk echt, blijft niks van over. Dus dat was echt top om dat in de container te doen. Dus handzeep. En als laatste, mijn Swiffer Wedget navulling was leeg. Dus vandaar dat ik even een nieuwe heb gekocht. Zodat ik weer goed kan dweilen hier in huis. Nu vergeet ik ook helemaal nog te vertellen. Ik heb ook brood besteld. Ik had zo'n honger en die stoppen ze dan in een aparte tas. Denk ik, ja, stop het gewoon bij de rest van de boodschappen. Bakkersbrood? Even kijken, ik ga maar je laten zien. Le Pain Triomphe. Ik heb geen idee of ik het goed uitspreek. Deze is de duval. Bakkersbrood, dit zet er dan weer op. Dat is degene die we altijd hebben. Gewoon bruin brood met een beetje bitjes erin. Voordat ik de boodschap ging uitpakken, belde Joris naar mij dat hij al richting huis kwam. Die had Dex net opgehaald bij zijn ouders, dus die komen nu ook onderweg naar huis. Dus ik ga proberen dit eventjes snel op te ruimen voordat hun thuis zijn. En dan kunnen we lekker denk ik aan het avondeten gaan beginnen, want volgens mij is dat... Het is 5:50, dus Dex moet ook zo meteen sowieso zijn warme eten krijgen. En dan kunnen wij mooi daarna eten.
Look at all the Christmas lights, how they paint this town in colors, but they hold nothing next to you, 'cause you're shining like no other. Wrapped in paper. No, I don't long for gifts of gold, but I'll be home for you. Ik wil heel graag naar binnen. Kijk dan. Oh. Ja, maar dan moet je naar je eigen baasje gaan, vriend. Dat is een maar hallo, ik ben weer thuis. En ik heb lekker gespeeld bij opa en oma. Oeh. Hé? Hey. Ja. En dan bieden mijn mooie Harry Potter robbro gezien. En mama doet graag jou in de lucht gooien. En dan vind je dat leuk. Heb je opgescheet? Als ze maar doorhakken met jou, hè, dan vind je het leuk, hè? Nog eens even vliegen? Oh, niet aan mijn haar trekken. Niet aan mijn haar trekken. Zie me daar. Doe maar zwaaien. Doe maar zwaaien. Tada. Tada. Doen we niet meer zwaaien? Nee, niet meer zwaaien vandaag. De video van morgen staat weer gepland. Heb jij toevallig zin in een toetje? Ik ben heel erg opdringerig. Het is al 2-0 bij Argentinië en Kroatië. Eigenlijk gun ik het die Argentijnen niet. Huh? Vamos. Wat? Viva Argentina. Argentina. Joris heeft in zijn pool ingevuld dat Argentinië moet winnen. En een wereldkampioen wordt. Oh, een wereldkampioen wordt. Nou, ik wil zeg maar na de wedstrijd van afgelopen weekend gewoon dat Argentinië nu naar huis gaat. Dat zeg ik van voor nu. Oh, dat is wel een hele grote lepel. Hierin verschillen we even van mening. Ja, het kan wel eens gebeuren. Het gebeurt in het beste huwelijken. Zeker. Sommige mensen denken dan in één keer dat wij gelijk uiteen gaan, hè? Als we even lekker aan het bekvechten zijn met elkaar. We hebben dat nodig. Zeker. Nou, ga eens aan de kant. Ik lach hier uit gelijk. God. Nou. Ik zal hem eens even laten zien. Hier is hij dan. Yummy, yummy in de tummy. En goed idee om hem even te bestellen. Jammer dat ik er maar één van heb besteld eigenlijk, hè? Nou, dat is precies goed. Ja? Ja. Ga je zeggen dat je liever mij nou niet op zou had kunnen, zeg maar? Ja. Echt? Ja. Dit is gewoon precies genoeg. Ja. Oké. Okay. Wil je nog niet naar boven? Of wil je nog niet naar boven? Wij hebben zojuist weer een aflevering gekeken van Bureau Arnhem. Aflevering 7. We komen er wel. Ik zag daar straks op Instagram een post van Ewout dat ze nu bureau... Wat is dat? Ja. Die noemden ze Bureau Hofstad. Dat noemden ze het.
Bureau Hofstad als ze die weer gaan herhalen op tv. Dus als je wil kijken, Bureau Hofstad komt nu volgens mij dan elke dinsdag op tv. Maar het is 10 uur, tijd om naar boven te gaan. Ik ga dus de video afsluiten. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan zeker niet een duimpje omhoog te geven. En je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal, als je dat nog niet hebt gedaan. Want tot en met kerst heb je iedere ochtend om 11 uur gezellig weer een Vlogmas vlog. Bedankt voor het kijken en ik zie je morgen weer. Doei!